Café Veldsmerts is een initiatief van heel veel mensen waar nog veel meer mensen aan meedoen in het kader van geïnterviewde of interviewer. Maar zoals bij ieder leuk maatschappelijk initiatief is daar geld voor nodig en dat geld komt niet uit een bodemloze put. Dus mocht u geld over hebben of denken ik wil op een andere manier bijdragen aan Café Veldsmerts, stort en geef gul. Mijn naam is Rob Oudkerk en ik doe voor Café Welsmerts een serie over antisemitisme. En eerder interviewde ik Hans Knoop, kijk nog naar die uitzending. Nu is mijn gast Hanna Lude. Uh, eerste vraag aan Hanna Lude. Uh, wat doet iemand die in Israël geboren is, in, als ik het goed uitreken, in 1957? Wat komt hij in 1985 in Nederland doen? Nou komt hij over een jaar en het jaar is heel lang geworden. Dat moet de liefde zijn. Nee, dat kwam daarna. Dat liefde kwam daarna. En, en waarom werd dat jaar dan langer in 1985? Uh, nou, ik kwam hier voor uh, om, onderzoek, of om te werken en onderzoek te doen in mijn... Uh, als gevolg van mijn opleiding, ik heb informatica gestudeerd in Haifa in Israël, in de Technische Universiteit van Israël. En uh, ik werkte hier voor het, uh, wat toen heette, de Dr. Neher Laboratorium. Dat bestaat niet meer. Maar dat was. Uh, we hebben dat eigenlijk de ATT Labs van de PTT genoemd. En okay. De PTT bestaat ook niet meer. Nee, maar... ja. hey, en je zou een jaar blijven, want je wou gewoon weer terug naar Israël. Maar je bent blijven hangen, zoals je dat weet. Ja. ja. En later kwam de liefde. Ja, die kwam en die ging weg. Maar ondertussen heb ik ook twee prachtige dochters. Dus het gaat allemaal goed. Dus je bent in Nederland gebleven. Heb je heimwee naar Israël? Jazeker, ja. Tuurlijk. Waarom? Uh, nou, dat is. Uh... Mijn, nou ja, mijn bakermaat, laat ik het zo zeggen. Mijn moeder woont wel. Mijn vader is al een jaar geleden overleden, maar hij woonde wel ook. En ik heb dan natuurlijk heel veel vrienden. Um, wat ik niet mis is het weer. Ik zeg soms, ik ben een klimaatvluchteling. Ik vind het weer hier veel prettiger. Uh, ik mis wel de stranden bijvoorbeeld. Die, die zijn in geval geweldig leuk en lekker. Uh, en ook de omgang tussen mensen vind ik ook heel blond, erg. Want directer, minder gedwongen, soms ruw en dat is jammer, maar in het algemeen, uh, vriendschappen gaan dieper, okay. althans bij mij. Nou ben je um, niet van beroep klimaatvluchteling, maar <laughs> uh, je huidige beroep is directeur van het CIDI. Als je een verjaardagspartijtje moet uitleggen wat het CIDI is, wat zeg je dan? Ik zeg heel kort, uh, we komen op voor uh, belangen, voor, vooral uh, veiligheidsbelangen voor Joden in Nederland. In de wereld en ook in Israël. En we komen op voor het bestaansrecht van Israël en voor een, een eerlijke politieke discussie over Israël en over het conflict tussen Israël en de andere claimers over het, dat klein stukje land. Nou, zeg je dat, dan doe je een de definitie. Maar als, als ik het zie, die vertaal is het gewoon een informatie- en documentatiecentrum. Met andere woorden, je moet informatie geven over Israël, je moet gedocumenteerde informatie geven over Israël. Um, wie zijn jullie sponsors? Uh, het zijn allemaal privépersonen. We, we zijn een stichting. We hebben vrienden. En nou ja, die zijn meer steuners dan sponsors. Sommige men, mensen met meer vermogen geven ons meer. En we krijgen ook subsidies met van privéfondsen. Eh, Absoluut staat... niet van de overheid. Oké, okay, we gaan net zeggen: de staat Israël is geen sponsor. Absoluut niet. En de staat der Nederlanden ook niet. Ook niet. Dus dat is even uit de wereld. Dus het CIDI wordt niet gesponsord, nog door de Nederlandse regering, nog door, nog door de Israëlische ja. regering. Ja. Uh, deze serie gaat over antisemitisme. Um, ik las in een paar uh, artikelen van jou dat jij daar graag de werkdefinitie voor hanteert. Wat ja. is de werkdefinitie van antisemitisme? Ja, dat is, ik heb het niet pratium uit mijn hoofd, maar het nee, komt nee, nee, erop ik, neer... Nee, ik ga niet over horen, maar wat, wat, ja. nee, wat, nee, wat is dat? Maar het komt erop neer, de definitie geeft aan wanneer, uh, uh, wanneer een incident of een uitspraak uh, antisemitisch is en dat komt erop neer dat als mensen uh, uh, denken dat ik joods ben en mij anders behandelen en discrimineren of beledigen of haatzaaien als persoon, als groep, omdat ze weten of denken dat ik joods ben of, dat, of omdat ze over joden van alles genoeg wat zeggen. Uh, de definitie is op zichzelf heel kort, maar er zijn een aantal voorbeelden. En deze voorbeelden die, die, uh, hebben heel veel controverse in het leven geroepen. Daar komen we misschien straks op terug. Maar ik wil even over de definitie zelf iets zeggen. Het, is, het heet een werkdefinitie. En wat houdt het in? Uh, antisemitisme is een fenomeen. Het is heel moeilijk te vatten in woorden en in. Uh, mijn beroep is informatica, dat heb ik ooit gestudeerd, want dat is een hele exacte vak. Als je computers niet specifieke heel precieze eh, commando's geeft, dan doet hij niet wat hij wil, soms doet hij helemaal niks. Met uh, mensen gaat het ietsje ingewikkelder. En zeker het fenomeen antisemitisme, is iets wat uh, st st steeds in beweging is. Dus hoe definieer je iets wat, uh, wat steeds in beweging is? Het gaat meer om het gevoel bijgeven, uitleg geven over wat het is, en mensen helpen. Om uh, de grenzen van het toelaatbaar, laat je het zo zeggen, voor zichzelf te bepalen. Okay. En de werkdefinitie houdt in dat die gebruikt kan worden door uh, beambten, politieagenten, doktoren, politici, uh, leraren, alles. politici, maar ook wij tweeën in de omgang. Ik vraag je daarnaar, omdat, omdat de Europese Commissie volgens mij die werkdefinitie heeft overgenomen. Precies. Dus dan, als een Europese Commissie iets overneemt, dan denk ik altijd: dan wil ik weten wat ze overnemen. Ja. Dus jij zegt, het is eigenlijk een definitie. Waarbij we goed kunnen onderscheiden wat gewoon laster is en smaad, want dat is iets heel anders. Wat antisemitisme is, of wat anti-Israël is. Want anti-Israël is niet hetzelfde als antisemitisme. Ja, de definitie gaat er heel zijdelings op in, maar dat, we, dat, dat kreeg de meeste aandacht. En het zegt heel simpel: als het kritiek op Israël. Is het geen antisemitisme, maar als de kritiek op Israël gaat over zaken zoals alle Joden zo, of de Joden zo, enzovoort, dan is het wel antisemitisme. Dat is heel simpel gezegd. Okay. En dat is ook telkens waar de uh, angst van mensen is. Mag ik helemaal geen kritiek meer op Israël doen? Dat mag wel. Uh, het hoort er bij het leven, het hoort bij politiek, het hoort bij democratie. Maar het is de manier waarop die vaak heel vervelend is. En okay. daar zijn er legio voorbeelden voor. Die voorbeelden komen vast nog te praten. Um Laten we beginnen met het interview. Je denkt we zijn al begonnen, maar dit was de vriendelijke introductie. Okay. Uh, is Nederland antisemitisch? Ik uh, denk dat er veel mensen zijn met uh, uh, antisemitische vooroordelen. Ik denk niet dat mensen antisemitisch zijn, maar we lopen allemaal als mensen met allerlei vooroordelen. En over Joden zijn er heel veel vooroordelen. En soms zijn ze heel kwetsend. Komen kom momenteel op een grijs gebied, want ik heb vooroordelen zat tegen ongeveer iedereen die op twee benen rondloopt. Hè. Dat is mensen eigen. Uh, dat kunnen moslims zijn, christenen zijn, joden zijn, uh, homoseksuelen zijn. Maar dat maakt mij nog niet uh, homofoob of antisemitisch. Dus... Precies. Lastig. Ja, Lastig. nou, ik gebruik ook liever niet de term antisemiet. Het zijn een aantal mensen waarvoor ik het wel zou gebruiken. Maar in het algemeen probeer ik mensen te corrigeren. Wat je nu zegt is antisemitisch. Ik maak dat, en de meeste mensen zeggen, ik ben het niet. Ik wil het niet zijn. En deze ervaring hebben we ook. Het nee. is interessant wat je zegt, want je zegt. Wat je nu zegt is antisemitisch, zeg je dan tegen iemand. Ja. Terwijl iemand misschien alleen maar denkt, wat een vervelend mens. Dat mag. Nee, dat, dat zou mag. kunnen, toch? Ja. Dus Het lijkt mij heel... En dan is jouw gevoel, hé, hey, volgens mij is het... Omdat leg ik, tegen mij, ja. omdat ik jou, Jodin ben, wordt dat zo tegen mij gezegd. Je zit er ontzettend snel in een soort eens niet eens. En dat grijze gebied van ja, nee, maar luister eens, ja. ik ben helemaal niet antisemitisch, maar ik, ik vind het gewoon een Jodenstreek. <laughs> Wat nou jij ja. of zeg jij dan dat Nou ja, waarom zeg je dat? Wat betekent dat, Jodenstreek, voor nou jou? Nou ja, God, dat Joden altijd een beetje een streekje zijn Joden altijd. Als Joden altijd, dan is het dus wel antisemitisch. antisemitisch. Ja, okay. ben ik zelf uh, Joods, dus dan, dan wordt het land. Dan, kan ook Kan erg ja, antisemitisch? semitisch ja? Nou ja, nogmaals, antisemitische vooroordelen aanhouden, na, op nahouden. Nogmaals, ik, ik ben heel voorzichtig om te zeggen: jij bent antisemiet. Maar je hebt vooroordelen en dat kunnen Joden ook hebben, want we zijn onderdeel van deze wereld. We zijn hier opgegroeid met dezelfde ja, gedachten zoals iedereen. Joden zijn net mensen, niet te geloven, maar dat is zo. Oké, okay, ik, ik ga gewoon een paar voorbeelden proberen. Er zijn mensen die hier naar kijken, dat zijn toch mensen die. Wat algemene voorbeelden willen hebben. Uh, Drie's van acht is die antisemitisch? Ik vind hem uh, soms antisemitische uitspraken doen. Ja. Kun je een voorbeeld? Ik, uh, geven? Uh, nou ja, jammer dat ik er niet voorbereid heb. Um, nee, dat is te beter Want dan weet niet Ja, Ik heb hebben. dit soort dingen. Nou, sommige mensen hebben al dit soort dingen en schudden ze uit hun mouw. Ja. Ik ben niet zo goed in het bewust niet, want ik probeer de dingen niet. Ik, 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 ik hou geen zwarte lijstjes bij. Ik vind het niet. Uh, niet, niet constructief en niet, niet behulpzaam. Maar soms hebben die lijstjes wel nodig en daar moet ik ze op papier hebben. Maar even terug naar je vraag. Uh, wat ik merk bij Dries van Acht is een soort obsessie met de staat Israël die, uh, die, die erg verdacht is, op zijn minst. En ik zou een voorbeeld geven van wat ik recent tegenkwam, waarvan ik dacht: van, nou, 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 we hebben het over de bezetting. Maar Dries van Acht die heeft zoiets van 70 jaar bezetting. En wat houdt het in? Heeft het de staat van Israël geen recht van bestaan? Hebben de Joden geen recht van zelfbeschikking? Wat bedoelt hij daarmee? Dat, dat voelt op zijn minst zeer ongemakkelijk. Oké, okay, een goed voorbeeld wat mij betreft. Ik probeer het even. Je zou kunnen zeggen, Dries van Acht heeft iets met de Palestijnse zaak. En hij vindt de politiek van Israël zodanig dat hij zegt dat is niet goed voor het Palestijnse volk. Dat hoeft nog niet antisemitisch te nee, zijn. Nee, dat hoeft nog niet antisemitisch te zijn. En toch dat, heb je het gevoel. Dat is ook niet antisemitisch. Nee. En toch heb je het gevoel, hij zegt, je zegt af en toe, dan heeft hij, voel ik dat hij antisemitische uitspraken doet. Ja, het is, de, zit manier, het is de manier waarop je de kritiek uit. Hè? Ja. Um, in Israël zelf is natuurlijk heel veel discussie ook over de Palestijnse zaak, om het even zo te noemen. Ja. En in Israël zelf worden. Heleboel zaken gezegd over wat we vinden of niet vinden als samenleving, dat we kunnen of niet kunnen doen. En de Israëlische samenleving, net zoals elke samenleving, heeft mensen van allerlei plammage. Laten we het even plat zeggen, van extreem rechts tot extreem links. Ik denk dat de democratie tegenwoordig niet zo tweedimensioneel is. Maar als we het toespitsen op de Palestijnse zaak, waar we het nu even. Weer direct in beland als we het hebben over antisemitisme, let op. Uh, uh, dan denk ik van. Er zijn mensen die denken van. Nou ja, de Palestijnen hebben geen recht van bestaan. In, of geen recht van zelfbeschikking in Israël. Want ze hebben een ander land, noemen ze Jordanië. dat heeft historische wortels. En zo is het ooit bedacht door de VN. En anderen die zeggen. We moeten één staat in Israël voor alle inwoners. Ik, dat is dus het hele pallet. En daartussen heb je allerlei varianten. Nou, allemaal zijn wat mij betreft bespreekbaar. Als je zegt van we gaan vanuit bepaalde ideologische uitgangspunten. en die op een rationele manier bespreekt. Het probleem met de Israëlisch-Palestijnse conflict in Nederland. en niet alleen in Nederland. is dat het niet meer op de, uh, uh, vanuit het hoofd wordt gevoerd, maar vanuit de buik. En dat merk je bij Dries van Acht heel erg sterk. De manier waarop, de manier waarop hij uh, de Israël uh, uh, aanvalt. Is totaal niet te vergelijken met kritiek die men heeft over allerlei regimes in de wereld. Ik vraag het je met name, Dries van Acht is natuurlijk al ouder, was ooit premier. Uh, we zullen het zo over andere mensen hebben. Ik vraag het je met nadruk omdat Dries van Acht ooit uh, daar zat en Hans Knoop hier. En Hans gaf hem mijn coach geval. Dries van acht. Um, een tijd geleden zat Hans Knoop daar en ik hier. En vroeg aan Hans knoop vind jij Dries van acht, met wie je heel veel te maken hebt gehad, heb je een zaak menten en noem alles maar op. Vind je hem een antisemiet? En hij zei, ik ben ervan overtuigd, en ik ben een van de weinige Nederlanders die daarvan overtuigd is, dat hij niet antisemitisch is. Ja. Nou ja, nogmaals, ik kom terug op mijn, wat ik, waar, waar ik mee begon. Ik weet niet of hij antisemitisch is, maar sommige van zijn uitspraken, die scheuren tegen antisemitisme aan okay. en tegen uh, uh, haatspraak of vooroordelen tegen Joden. Oké. Okay. Zijt hij daarmee haat? Ik denk het wel. Ik denk, het wel. Ik denk dat hij uh, soms dingen doet die echt niet door de burger kunnen. En dat moet je als oud-premier niet doen? Dat moet je als, als, als publiek figuur, los van wat je was. Uh, okay, als niet publiek doet. figuur niet doen. Oké, okay, we gaan even naar de huidige politici. Uh, Koozo en Usturk van Denk. Zijn die antisemitisch? Hetzelfde antwoord geef ik je. Ja. Ze doen absoluut antisemitische uitspraken en antisemitische gebaren. En zitten in het parlement? Ja. Zit maar. in het parlement en dat vind ik dus heel erg kwalijk, heel erg gevaarlijk. En We hebben ook in het verleden zelfs de Kamervoorzitter daarover benaderd. Ik zal enkele voorbeelden geven. Die voorbeelden kun je bijvoorbeeld vinden in onze monitors, uh, want daar zijn, die zijn heel recent en heel relevant. Maar bijvoorbeeld om uh, de lange armen van Israël. Dan kan je zeggen dat hij dubieus is, maar dat is niet antisemitisch. Maar het hebt over de lange armen van de Joden. dan begint het echt te rieken naar de protocollen van de elders van Zion. die toch een heel antisemitisch pamflet is. Uh, sowieso hebben wij de indruk dat, uh, uh, ook, in, uh, in, dat ook in Turkije, waar uh, Kuzu vooral zijn inspiratie vandaan haalt. Uh, de, de, de manier waarop kritiek op Israël wordt geuit sterk tegen antisemitische uh, vooroordelen uh, 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 scheurt weer. En dat dat een nieuw fenomeen is in Turkije, een soort politieke keuze, een beleid vanuit de overheid in bepaalde tv-series enzovoort. En helaas wordt het niet alleen in Turkije bekeken, maar via de moderne media die waar ik aan heb helpen en ontwikkelen, helaas ook overal in alle huiskamers in Nederland. Het is dus jou, jouw komen. schuld dat we zo goed in media kunnen zien. Precies, ja. ja, ja, ja. Dit ja. was een bijzinnetje. Ja. Ja. Maar, maar wacht even, Koezel zit in het Nederlandse parlement. Ja. Je zegt, uh, het riekt op zijn minst naar antisemitische tendensen. Ja. We zijn ook al een keer bij de Kamervoorzitter geweest. Jij bent natuurlijk niet zomaar een persoon. Jij bent directeur van het cidi uh, ja. Als het en Sidi is, is dus een hele mikpunt waarvan nee, je denkt: maar... van, uh, ja, doet dit ook met andere lobbyorganisaties? Nee, maar ik probeer, ik probeer even iets uit. Je kan ja. natuurlijk ook als CD zeggen: ja, dit gaat ons te ver. Wij vragen de rechter een uitspraak of hij antisemitische uitspraken doet, ja of nee. Het, het zou best kunnen dat we het een keer doen. Het zou best Wij, op dit moment zijn we bezig om de, de, de maatschappelijke discussie hierover uh, uh, op gang te krijgen. We vinden, we, we vinden dat. Alle andere parlementariërs daar ook een standpunt in moeten nemen. We vinden dat vooral. Uh, nou, kijk, niet alles wat mensen zeggen is ook meteen strafrechtelijk strafbaar. En dat maakt ons werk een beetje een passen meten en zoektocht. Elke keer van wat is de beste manier om bepaalde problemen aan de kaak te stellen. Uh, we doen regelmatig aangiftes tegen mensen. Ja. Uh, in dit geval. Hebben we het nog, nog niet gedaan? Dat zegt nog niet dat we het niet gaan doen. Het is natuurlijk ook de vraag van, we hebben het met Geldwilders ook gezien, van wil je een juridisch traject aangaan met politici? Wil je ze de, 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 de bune bieden? Dat wil je ook niet altijd. Maar vooral, wij vinden het belangrijker dat wij als samenleving de discussie aangaan, wat vinden we toelaatbaar en wat niet. Oké, okay, nou, dan draaien we het even om. En, en, ja, ja, Koezel okay. en Usturk hebben ook wel eens wat lelijke dingen gezegd over het CIDI. Uh, waarom zijn jullie mikpunt van? Ja, dat, uh, dat is heel interessant. Ik, ik weet het niet. Ik heb het er nooit over gesproken. Of over heb andere je best dingen. aan één tafel gezeten? Hè? We hebben ja, in september hebben we aan één tafel gezeten. Maar ook daar uh, viel het een beetje uh, raar. De, de vragen die aan mij zijn gesteld door Koezel. Uh, maar even terug naar uh, uh, waarom ze het doen. Wij denken, en dat denken we ook bij eh, eh, Erdogan en we denken het ook bij vele andere Arabische leiders, dat dat goed valt bij de achterban. En, dus, eh, en dat is precies de reden waarom wij daar niet veel meer eh, publiciteit aan willen bieden. Dat Omdat dat een soort, bij de je, je scoort punten bij je achterban. En dat is dus heel kwalijk eigenlijk. Dat Elektroel je een bepaalde gewicht. minderheidsgroep eigenlijk ja. gebruikt als een soort zondebok om je eigen. Achterbaan, wat ook een minderheidsgroep is, die pretendeert minderheden te vertegenwoordigen, op deze manier eh, 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 aanvalt. En dat vinden wij dus heel erg kwalijk. Ik ga het nog iets uh, moeilijker voor je maken. Uh, je bent lid van de Partij van de Arbeid. Ja. Uh, door uh, dezelfde heren, in dit geval Usturk en Kuzu, die overigens uit de PvdA komen, ja. wordt gezegd dat Bene, jij lid bent van een partij die zij een antisemitische partij noemen. Kan je daar iets... Bij voorstellen. Nou, het probleem van de Partij van de Arbeid uh, uh, is iets waar wij, uh, waar ik persoonlijk heel veel uh, uh, aandacht aan geef, vooral omdat ik zelf uit een echt sociaal democratisch nest kom en ik geloof in de sociaal democratie. Maar ik heb ook kritiek op de Partij van de Arbeid zeker in, in dat opzichte. Uh. Want je zat of zit in de buitenlandcommissie volgens mij. Ja. de Partij van de Arbeid. Ja, 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 ja. En daar zitten ook mensen die ook uh, een aantal, die ook soms antisemitische beelden uh, hebben. En, maar even terug naar je vraag. Kijk. In de, de Partij van de Arbeid was ook heel erg geassocieerd met Joden. Een heleboel Joden die zich geëmancipeerd hebben uit de, zeg maar het, het juk van de religie, ja. hebben hun weg naar de Partij van de Arbeid, naar de Sociaaldemocratie, naar, ja, naar de emancipatie. Ander soort religie zou je kunnen zeggen. Uh, nou, of... voor mij niet, maar nee. voor sommigen wel. Ja, okay. uh, uh, hebben hun weg gevonden en dat is heel belangrijk geweest in hun leven en in de ontwikkeling van onze Nederlandse samenleving. En wat je nu ziet is als veel mensen gedesillusioneerd ook het gevoel hebben van nou ja, eh, eh, hebben we nog daar een thuisplek eh, bij de Partij van de Arbeid door A, B, C. En een, een, een voorbeeld is de manier waarop omgegaan wordt met Israël en kritiek over Israël. En daar wil ik nu even niet over hebben. Maar nou, ook het tweede is inderdaad de vraag van wanneer, eh, eh, wanneer wordt de grens van antisemitisme overschreden. En natuurlijk het probleem met Corbyn is een heel mooi voorbeeld daarvan. Uh, uiteindelijk heeft de Partij van de Arbeid in de Kamer niet voor de uh, werkdefinitie gestemd, terwijl in het Europese Parlement wel voor gestemd is. En waarom? Niet? En dat vonden wij dus een hele pijnlijke zaak, ja. en ze hebben dus uh, gebruik gemaakt van een aantal bronnen die wij dus niet correct vinden en bestrijden. En precies de discussie van kan je of kan je niet uh, kritiek op Israël uiten. En ik blijf erbij: kritiek op Israël kun je nog steeds heel sterk uiten, maar hoe je het doet, is waar het over gaat. Van drie is van acht. Naar Kuzo, naar Usturk, naar leden van de Partij van de Arbeid. Als jij zo verontwaardigd bent over het gedrag van de Partij van de Arbeid in de Tweede Kamer, waarom zeg je dan niet gewoon je lidmaatschap op? Nou, ik, ik ben ook zo verontwaardigd door wat er gebeurt in Nederland. Ik zeg ook mijn, mijn nationaliteit van Nederland niet op. Het is mijn partij, mijn ideologie. En van binnenin probeer je te veranderen. Het is jouw partij, vroeg... het is jouw ideologie. Ja. Maar vroeger zag ik PvdA's dat stikkertje plakken: wij staan achter Israël. Dat doen ze niet meer. Hè? Nee, maar kijk, nogmaals, over Israël is een andere discussie. Ik kan natuurlijk, ik, weet je, laten we dat toch even behandelen. Wat betekent wij staan achter Israël? Wat betekent wij staan achter uh, uh, de Palestijnen? En dat is iets wat ik vaak naar voren probeer te, bre te brengen. Mijn overtuiging is, als je pro-Israël bent, als je achter Israël staat, dan sta je ook achter de Palestijnen. Want ik geloof dat de enige manier om het probleem op te lossen is beide groepen uh, in hun recht uh, uh, te, te krijgen. En wat dit inhoudt, dat is een discussie die we nog heel lang of heel kort over kunnen hebben. Dat is vandaag niet aan de orde. Maar in principe, staan achter Israël betekent nog niet dat je eens bent met de politiek van Netanyahu of van de Partij van de Arbeid van Israël of wie dan ook. Dat zijn twee verschillende dingen. En nogmaals, Israël is een democratisch land. En de, in mijn vriendenkring heb je ook weer bijna de, niet, bij, niet de hele pallet, maar een groot deel van die pallet van politieke opvattingen. En die kunnen gaan over het Israëlisch-Palestijnse conflict, maar die kunnen ook gaan over de economie en over eh, hoe, hoe we de sociale orde willen stellen in hun land. Dan nou spreek ik steeds meer mensen die zeggen, door wat Netanyahu, sorry, door wat de staat Israël aan politiek doet, waar steeds meer mensen het niet mee eens zijn, wakkert hij onbewust, ongewild of welke term je ook maar noemt, antisemitisme aan. Voel je er eens bij? Ik, ik word er heel kwaad als ik dat hoor. Uh, toevallig heb ik vandaag een brief over geschreven. Maar ik zal even. Uh, doordat Erdogan zich zo gedraagt, mogen we hier uh, uh, de Turken gewoon helemaal. de, de, de Turkse Nederlanders aanvallen. en anti-Turkse uh, sentimenten kweken. Dat is natuurlijk on. Onvoorstelbaar. Of Turkse restaurants aanvallen of een Turkse uh, uh, zondagsschool gaan, uh, uh, gaan aanvallen omdat uh, we niet, uh, wat Erdogan doet ons niet bevalt. Het is natuurlijk voor de zotte. Sterker nog, de Turken in Nederland die kunnen nog stemmen voor, voor Erdogan. De Joden in Nederland kunnen niet stemmen in Israël. Ook trouwens ook de Israëliërs niet, tenzij ze in Israël zijn. Ik, ik heb ook de Israëlische nationaliteit, maar als ik wil stemmen dan moet ik naar Israël gaan. En dat is heel anders dan de Turken. Ine tegelijkertijd. Daar wint je duidelijk over op. Um, ik ga toch nog een keer Maar begrijp op, je wat ik ja? bedoel? Ik, ik bedoel dat ik, bedoel. ik me opvind in nee, nee, <laughs> zijn side effect. Dat, dat is alleen maar prima. Ja. Um, maar ik probeer het toch nog een keer. Als een land een politiek voert waar heel veel mensen het gewoon niet mee eens zijn, omdat ze het te hard vinden of te reactionair ja. vinden of wat dan ook begin van de gesprek zeg je anti-Israël of pro-Israël, dat is iets heel anders dan antisemitisme. Ja. Dat moet je niet op één hoop gooien. Ja, maar als ze daar allemaal rot zou maken in Israël, mijn woorden, dan gaan er een heleboel mensen die misschien niet verder kijken dan die neus lang is, denken ja, zie je wel de huppakee, en dan ben je zo bij het antisemitisme. Dus doet Israël niet zichzelf tekort met deze politiek en kweekt daarmee niet een soort mondiaal antisemitisme? Nou, nogmaals, ik vind het totaal en fundamenteel verkeerd om het deze, op dit op deze manier te presenteren. Ik heb het voor van Turkije, moet ik andere voorbeelden, Armenië, China. We weten niet, wat de, de, wie weet in Nederland wat de politiek is van Armenië? Ik kan je vertellen dat die niet zo, niet zo vriendelijk is. Laten we het even daarbij houden. Zijn Armenen, Armeniërs in Nederland daardoor uh, uh, bedreigd? Of de Kardashians in New York? Er wordt met, nou met twee Dat is, is precies een verkeerd sentiment twee dingen. Ten eerste, Israëliërs en Joden is niet hetzelfde. In Israël wonen Joden en niet-Joden. In Israël wonen Zionisten en niet-Zionisten en anti-Zionisten. Wonen allemaal in Israël. Joden in Nederland hebben ook een heleboel verschillende politieke opvattingen. Sommigen zijn helemaal eens met Netanyahu. Sommigen heel kritisch over Netanyahu. Heleboel hebben, willen helemaal geen mening daarover hebben omdat ze zeggen, ik, ik ben een Nederlander. Waarom moet ik überhaupt? Waarom word ik gedwongen om een mening te hebben over Israël? Ik heb ook geen mening over Chile. Tot zover het politieke deel. We gingen van Van Acht naar Koezo, naar Usturk, naar de Partij van de Arbeid. Lodewijk Asscher, die dat leidt, is overigens Joods ja, van Ja um, Dus he, we hadden zo'n kalde, we hadden Cohen, we hadden Fontijn, we hadden een heleboel burgemeesters. Ik geloof dat dit de eerste niet-Joodse burgemeester is zo ongeveer. Um, ah, niet ja. normaal, ah, maar een van de weinigen. heel, is heel de weinig. Um, de vorige was het ook niet. De vorige was het ook niet. Dan gaan we even terug naar... En maar trouwens, dat maakt helemaal niks uit. Nogmaals, ook Joden hebben vooroordelen, hebben meningen, hebben politieke opvattingen. Dat zijn drie verschillende zaken soms. Uh, en dat mag. En ze kunnen uh, uh, Israël leuk vinden of vervelend vinden. Okay. En een heleboel Joden die ik ken, die Israëlische politiek heel vervelend vinden, he gaan heel graag naar Israël en vinden Israël geweldig leuk. Waarom kan dat niet? Dat kan ook met, eh, met China, dat kan ook met, okay. eh, met België. Punt gemaakt. We gaan terug naar het antisemitisme, waarvan je zegt: Ik weet eigenlijk niet of Nederland antisemitisch is. Wat ik wel weet, is dat er een hoop vooroordelen zijn tegen Joden. Waarom zijn er zoveel vooroordelen tegen Joden? Hoe komt dat? Waar komt dat vandaan? Oeh, dit is een heel oud, lang verhaal. Joden zijn een van de meest vervolgde groepen al meer dan 2000 jaar. Maar why? Misschien dat wij ook. Jezus vermoord hebben. Dat was vroeger ook een reden. Ik denk eh, samengevat is omdat ze toch op een of andere manier gezien worden, niet helemaal als een van ons, als, als de ander. En het was ooit was het religieus getint, dus als je, als je je bekeerde dan, eh, dan was het oké. Okay. Dat was nou de facto niet altijd het geval, maar dat was het verhaal. En eh, sinds de 19e eeuw weten we dat, dat zelfs dat niet werkt. En ik heb het niet alleen over de holocaust, natuurlijk het dieptepunt van alles is, maar ook aan het einde van de 19e eeuw, toen de hele socialistische, emancipatorische, anarchistische, weet ik veel wat, allemaal bewegingen waar heel veel Joden zich helemaal aangetrokken voelden tot die bewegingen. Ze bleven Joods en ze bleven aangevallen worden en ze bleven gediscrimineerd worden. En deze discriminatie is heel oud en het is in bepaalde opzichten vrede en sterker geworden met de jaren in eind 19e eeuw. Eh, eh, vervolgingen voor de Tweede Wereldoorlog, de Shoah natuurlijk, maar ook na de oorlog, direct na de oorlog. Verhalen van mensen die terugkwamen uit, uh, uit de kampen. En al die verhalen, daar hoef ik niet allemaal te herhalen. Maar op een of andere manier worden ze nog steeds als de ander gezien. Het feit dat jij vindt, weet dat job cohen joods is. Ik weet niet of zijn beide ouders joods of niet. Maar bij, bij zijn kinderen is het niet zo. En ook okay, hij heeft een hele typische joodse naam als Cohen. Maar het feit dat jij weet dat Van joods is, dat hoeft niet. Dat hoeft niet. Het feit dat je weet dat ik joods ben, mijn naam zegt het niet. En toch weet men het allemaal. Het feit dat mensen het weten, dat mensen daar belang aan hechten, is ook interessant. En daar merk je dat de groep zelf ook. In zichzelf gaat keren op een bepaalde uh, manier. Ja. En dat is een van de belangrijkste. Of, of ga je helemaal van die stagieren. Of heb je zoiets van ik ben het en dan ben ik het helemaal. Okay. Terwijl de meeste mensen verschillende identiteiten uh, op nahouden, toch? Goed, van Jezus tot nu. Zeg je, het is er eigenlijk altijd <laughs> ja. geweest. Om het even samen te vatten wat je zegt. Is het met de komst van zoveel moslims in Nederland uh, slechter geworden? Dat vind ik heel moeilijk te zeggen. Want ik denk dat we daarvoor. Uh, nou, wat, wij, wat wij in ieder geval zien is dat er heel veel mensen zijn uit moslimlanden uh, die met uh, antisemitische beelden zijn opgevoed. En Hirsi Ali uh, begon daarover te praten al waar, nou, meer dan twintig jaar geleden. En het is niet minder geworden. We zien het ook in, wat ik net zei, in Turkije was het niet altijd zo, maar het is nu wel zo. In Iran is het niet altijd geweest, het is nu veel sterker zo, heel erg zo, zelfs. Uh, in Sudan weten we daarvan. Uh, in Egypte zelfs, in Syrië, de we van Syriërs die binnenkomen. Ze vertelden dat allemaal. Ik hoor dit en dit en dit over Joden. Vind je het gevaarlijk dat uh, die tendens, want zo hoor ik het een beetje. Ik, wat, wat, ik vind dat we daar aandacht aan moeten besteden en daar iets mee doen. Je lijkt wel een politica. Je vindt dat je daar aandacht aan moet besteden? Nee, nee, maar vaart, nee, nee. Ja, 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 nee, nee. Wat ik ermee bedoel is: ik wil niet meteen. Ik, ik bedoel, omdat ik, <laughs> ik zou het bijna zeggen, in de, in de vooroordelen business zit, ja. ben ik er heel erg van bewust dat we allemaal vooroordelen hebben. En daar, daarom ben ik ook heel erg uh, voorzichtig om meteen dat op, in, op iemand anders te gooien. Het feit dat die vooroordelen worden gedoseerd, het feit dat mensen dat leren, betekent nog niet dat ze meteen heel gevaarlijk zijn. Dat wil ik niet beweren. Maar het betekent wel dat wij uh, werk moeten maken van het feit dat dit soort zaken besproken, uitgesproken moeten worden, behandeld worden en opgelost worden. En dat geldt voor, uh, niet alleen voor nieuwe Nederlanders, het geldt ook voor Nederlanders die hier wonen. Hoe vaak heb ik gehoord, zelfs van mijn eigen uh, 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 zeg maar, aangetrouwde familie. De Joden zijn allemaal slim of Joden zijn allemaal rijk. Nou ja, er zijn rijke Joden, maar niet allemaal, helaas. Ik zou ook graag rijk willen worden. Al die soort, uh, ja. soort uitspraken. Uh, ik voel me rijk genoeg, he, daar gaat het niet om. Maar ik bedoel, dit soort uitspraken, dit soort vooroordelen hebben we allemaal. Maar ook Joden hebben vooroordelen over zichzelf en over de anderen. We moeten als samenleving werken aan onze aan de manier waarop wij met dingen omgaan en met vooroordelen omgaan. Maar tegelijkertijd verhardt die samenleving, die, individualiseert die samenleving. Dat is nogal een grote opgave. Hè? Dus ik vraag aan je eerste vraag: je zegt, nou ja, we moeten eraan aan werken. Hè? Dus het is de opdracht om iets aan die vooroordelen te doen. Dat wordt natuurlijk wel steeds lastiger met al die ja. incidenten. Ja, het wordt het ook. En, de, en dat is precies de reden waarom ik de politiek aanspreek. En leiders, leiders aanspreek. Om te zeggen: je moet heel duidelijk hiertegen ageren. Hiertegen heel duidelijk. Uh, niet zeggen, nou ja, uh, bijvoorbeeld met restaurant Carmel vonden wij dat er. Uh, dat restaurant heel, wat werd aangevallen. Wat ja, in ja, precies. Ja. Vonden wij dat het heel. Uh, uh, ja, hoe zal ik het zeggen? Laat ik het diplomatiek zeggen. Heel voorzichtig werd gezegd. Terwijl het heel duidelijk nodig was op dat moment om te zeggen: dit soort uh, ha haat. Uh, uh, acties tolereren we absoluut niet in Nederland. Punt. En dat is antisemitisch en dat willen we niet in deze samenleving. Net zoals we ook anti-moslim niet willen, een homoraad niet willen, et cetera. Maar we hebben ook parlementariërs die ja. uh, ten aanzien van homoseksualiteit toch een iets andere ja, uh, mening hebben. Dat is heel kwalijk. Een ja. totaal oude mening is dus. Ja, dat is, dat, dat, dat is ook mijn reactie geweest hierop. Ja, alle, alle oude religieuze schriften, zeker van de drie monotheïstische religies, maar ook van andere religies, zijn anti-homo. En als we niet meegaan met de tijd, dan hebben we een probleem met onze godsdiensten. En alle godsdiensten hebben daar last van. En ik hoop dat binnen de groepen die godsdienstig zijn, genoeg mensen zijn die zeggen van we willen het anders en we moeten onze godsdienst vernieuwen, van binnen niet. Even terug naar die aanval op dat restaurant. Jij vindt dat de politiek in het algemeen, gemeentepolitiek, landelijke politiek, scherper had moeten reageren? Scherper, duidelijker en, en met het oog op de boodschap naar het volk: ja. de boodschap naar. Ons en je voelt al aan wat de volgende vraag is. Dat doen ze natuurlijk niet, omdat de verkiezingen er weer aankomen en electoraal het niet zo gunstig is om dan uh, wij staan achter de joden naar buiten te brengen. Want ja, dan gaan hmm. alle... Dat geloof je niet. Alle, dat geloof je niet. Ik geloof niet dat dat de reden is. Dat geloof je niet. Maar je zei dat dat bij Kuzu en uh, Usturg ja. wel de reden was. Dus, bij Kuzu uh, uh, de reden is om um, um uh, um Israël aan te vallen ja. op een manier die antisemitisch is. Ja. is een, nou, maar mijn waarom idee, zouden die 149 ik... andere parlementariërs niet ook zo denken van, hé, hey, we even op een Land te letten? Omdat ik denk dat zij een andere achterbaan voor zich zien. Maar ook omdat ik geloof dat de meeste politici ook oprechte mensen zijn. Ik geloof niet dat de mensen alleen maar zitten te tellen van: nou als ik dit zeg, dan gaat Pietje weg en als ik dat zeg, dan gaat Marijke weg. Maar hoezo wel? Soms. Ik, de, ik, ik denk, nou goed, dat zien wij als fenomeen, dat in een heleboel eh, Arabische landen, moslimlanden, eh, het eh, probleem Israël en Joden in Israël wordt gebruikt als een soort afleidingsmanoeuvre, als een soort... Uh, 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 hiermee krijgen we alle neuzen samen. Oké. Okay. Het CD Telt, of Telt, dat is misschien een uh, te groot woord, maar het CD is niet in het leven geroepen om antisemitisme te tellen, om het waar te nemen. Maar jullie zijn wel de organisatie die af en toe waarschuwt van, jongens, let op, um, het wordt te heftig. Ja. Dat staat dan op bladzijde 5 in de krant, of op bladzijde 9. Ja. Krijg je genoeg. Uh, Bot aan de grond voor je boodschap. Het kan, het kan altijd meer, maar, Ach, maar is uh, wij zijn gelukkig niet de enige die over antisemitisme uh, spreken en over discriminatie spreken. We proberen ook samen te werken met andere organisaties. Wat we juist hebben gezien uh, aan het einde van 2018 is dat er heel veel aandacht aan allerlei rapporten en aan allerlei onderzoeken is gegeven. Uh, uh, wat op zichzelf heel interessant was, want uh, uh, je ziet ook dat wat zijn bevindingen, wat zijn meningen, ook een beetje of ervaringen, loopt allemaal door elkaar. Uh, en de kunst was van al dit soort uh, uh, public publicaties, laat ik het even daarbij houden, is om te kijken wat is nou de rode lijn hierin. En wat is die rode lijn? Ik heb ze ook weer niet allemaal paraat, maar er is bijvoorbeeld een onderzoek geweest van CNN in Europa. Over vooroordelen en toen bleken heel veel mensen antisemitische vooroordelen op na te houden. En nee, Joden niet, weet ik veel, allerlei rare ideeën over Joden te hebben. Uh, toen was een onderzoek van een vandaag wat Joden heeft geïnterviewd over hun hun perceptie, hun gevoel, en dan hoor je mensen die zeggen van, nou ja, ik ben een Nederlandse Jood, ik kom in een feest, en soms ga ik niet omdat ik denk van, oh, gaan we ze me ook weer vragen wat ik vind over Israël? Waarom moet ik iets over Israël vinden? Of gaan we dit soort dingen? Dus dit soort zaken, dat zijn dus zaken die we voortdurend horen. Ook wat veel kwamen uit onderzoeken onder Joden is dat heel veel mensen liever hebben dat mensen dat men niet weet dat ze Jood zijn, dat ze dat in werkkring, soms in vriendenkring op de universiteit liever hebben dat mensen dat niet weten, zodat ze of niet aangesproken worden of niet aangevallen worden. Sommige mensen zeggen de manier waarop over Israël en over Joden wordt gesproken, over Israël vooral, bij, in lessen bij de universiteiten, vind ik intimiderend, beledigend, antisemitisch. En ik voel me totaal niet in thuis en waardoor ik nog meer in mijn schulp kruip en nog minder uh, welkom voel in Nederland. Dat is een tendens die jij nu beschrijft, die jullie ja. zien. Aan de andere kant had Hans Knoopje, die zei: Ik ben, die is toch publiek figuur en duidelijk joods. Die zei: Ik ben werkelijk nog nooit antisemitisch benaderd. Ja. Nou, is NS1 natuurlijk? Nee, 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 nee. Ik, ik wil daar iets over zeggen, want ja. ik heb het gehoord en ik, ik sprong van mijn stoel. En over, pa, over Hans weet ik niet, maar volgens mij zei hij het precies hetzelfde over Ronnie en Vertania. En met Ronnie heb ik toevallig daarover heb ik gevraagd: Wat vind je daarvan? En weet je, ook antisemitisch bejegend of niet is ook iets van perceptie. Uh, hoe je sommige uitspraken uh, uh, ervaart, uh, en, ja, weet je, heb jij het ooit meegemaakt? Je zegt, ik ben ook Jood. Heb jij het gevoel wel gehad dat je het wel meegemaakt hebt? Of nee, varen? Ik heb ooit over een bepaalde groep uh, lastige jongens in Amsterdam heb ik, uh, gezegd dat zijn Kutmarokkaantjes. Een beroemde uitspraak van mij uh, geworden. Berucht, uh, uh, berucht, ja, uh, of beroemd, ik weet nooit hoe je dat moet noemen. Um, ik ben toen in die tijd door Marokkaanse jongeren, ik ben op scholen geweest, heb daar natuurlijk over gepraat. Zeiden ze in de gang: Hé, uh, hey, kutjood. Was dat antisemitisch? Nee, dat was een reactie op wat Met jouw ik zei. uitspraak. Uh, vervolgens uh, slaan ze een arm om mijn schouder. Ervaar ik dat als antisemitisch? Nee, ik ervaar het als: Oké, okay, dat is een begin van het gesprek. Ik zou het anders beginnen. Maar ja, zo kan je een gesprek beginnen. En ik ben eigenlijk nooit aangevallen. Nooit ik heb nooit aangevallen Weet je, ik wil je uitnodigen ja. om mijn uh, Twitter-account te, te bekijken. Ga doen. Of uh, nou, dan, is dan natuurlijk dan... wel ook het vuilnisvat van. Ja, oké, okay, maar goed. Okay. Nou, ik doe. toch ja. <laughs> okay. wordt niet alles gezegd, maar wat gezegd wordt, ja. dat kan gewoon niet. Sommige dingen kunnen gewoon niet. Ook niet op Twitter, want dat is. Ook niet op Twitter. Ik vind van niet. Dat is ja we moeten gewoon onszelf. Uh, ja, maar dan kan je uh, de hele dag kan je aangiftes gaan zitten doen. Ja, maar dat doe ik dus niet. Maar dat betekent nog niet. Ik bedoel, dat betekent nog niet dat ik daarmee stop met twitteren. En dat is dus... Sommige mensen stoppen met Twitter omdat ze dat niet aan kunnen. Uh, je kan zeggen dat is jouw werk en je moet dat gewoon kunnen aankunnen. Maar dat is niet, niet goed. Dat is niet acceptabel op deze manier. En uh, ik vind dat ook... Kuk -kanen vind ik ook niet door de burger kunnen, trouwens. Even voor de duidelijkheid. Uh, uh, ik vind dat dat niet kan. Ik kan me voorstellen dat je sommige dingen tot de spits wil drijven. Maar er is, ik, ik vind dat dat niet kan in een maatschappelijk verkeer in de manier waarop je het debat voert. Uh, en daarom vind ik het ook niet... Maar het is maar wat je daarmee doet, met dat ervaring van, er wordt tegen mij zo, zo gezegd. De manier waarop eh, over mij wordt gesproken, dat, ik loop natuurlijk niet met een microfoon rond, maar dat wordt ook soms niet, niet koos, laat ik het zo zeggen. Maar het simpelste is om te kijken wat er gebeurt op Twitter. En dan denk ik, waar is dat voor nodig? En nou, loop ik nou, voel ik me bedreigd daardoor? Nee. Nou, ik word wel af en toe gewaarschuwd, dat ik in sommige plekken wel voorzichtiger moet zijn. Dus er is wel iets wat ik niet voel, maar wel objectief door anderen op dusdanige manier wordt uh, geconstateerd. Oké. Okay. Is het door welke omstandigheden? En ik, en nee, ik denk nee. trouwens dat dat ook geldt voor Hans Knoop. Dat is wat ik wil zeggen. Dat ook Hans reacties krijgt die niet door de burgers burger kunnen, die echt antisemitisch zijn van aard, maar dat hij zegt van nou, het is jullie probleem, niet mijn. Met andere woorden, het is een perceptieprobleem. Het, het is, nou, ik vind het, Sommige mensen voelen zich meer bedreigd daardoor. En Het is hoe je in je eigen vel ziet misschien. Bovendien, zowel voor mij als voor Ronnie, als voor Hans geldt, en voor jou ook, we, we hebben geen zichtbare kenmerken die ons als Joods bestempelen. Uh, als je hoort hoe mensen die uh, zeg maar orthodoxe kledij op nahouden, wat zij over hun hoofd krijgen, dan heb je het van verhaal. Mensen die met een eh, Magin David op een eh, ketting met een Magin David. die krijgen ook soms zo'n reactie van: je denkt, wat is dit nou? Jij zegt er is manifest vooroordeel, neigend bij sommige personen naar antisemitisme, toenemend probleem? Ik denk het wel. Ik denk het, wel. En het probleem is denk ik toenemend omdat men, eh, zoals jij zegt, verhaat. Zich, wat, wat je vroeger alleen op, op je eigen kamer zei, met de drie vrienden om je heen, doe je nu op sociale media. En dan krijgt het grotere gehoor. Waardoor het normaler lijkt. Waardoor het ook in het echte leven weer terugkomt. In veel grotere contexten. Dus het is veel zichtbaarder. Wanneer ben jij geslaagd als directeur van CD? Nou, als CD opgeheven kan worden. <laughs> Wanneer ga je het CD opheffen? En nou, eh, ik ben bang dat het dat niet in de komende tien jaar gebeurt, helaas. Want als je en... op kan heffen, dan. Wat heb je dan bereikt? Nou, dan hebben we bereikt dat antisemitisme niet meer een issue is. To start with, maar ook de discussie over Israël een normale discussie over een normaal land is. En de bedreigingen er niet meer zijn. Voor het leuk gesprek? Ja, <laughs> prima. <laughs> Dankjewel. Wat vond jij?